Er zitten twee pakketjes in met paddenstoelen. Chippies. Ziet er goed uit, hè? Ja. Kijk, die kun je er zo uithalen uit de doos. En dan gaan we eens even kijken wat erin zit. Deze doos is de shiitake doos. En die doos is de koningsoesterzwammen doos. En daar gaan we strakjes paddenstoelen mee kweken. Ja, hé. Leuk, hè? Ik ben de openmaakman. De openmaakman. Kijk, en dit zijn twee dozen, hè? Ja. Van Casa Foresta. Ga jij ze maar eens openmaken. Welke is dit? Dat is de koningsoesterzwam. Even kijken wat erin zit. Een zak. Een zak. Kun jij die zak eruit halen? Ja, hoor. De oesterzwammen. De koningsoesterzwammen, ja. Heel goed. Ik ben het niet uit. Oh jee. Zet maar neer. Zo. Die zijn geschrokken. Oh, dit is een klei. Dit is een hart. Kijk, leuk, hè? En dit is wat erin zit. Oh. Zie je die paddenstoelen? Die komen er strakjes aan. Echt? Ja, die laten we nog even erin zitten. Nou, die laten wij even in. Kijk, in dit plaatje staat hoe het moet. Ja, nu de shiitake. Oh! Ik heb de andere nodig. Oh, oh, oh. Hey. Wil je er niet uit? Nee. Dat verdorie nog een keer. Ja, goed zo. Maar niet van de bank vallen, hè? Ja. Oh. Dit is te moeilijk. Ja. Ja. Het is gelukt. Dus hier moeten dadelijk die paddenstoeltjes uitkomen. Zie je dat? En daarbij die witte ook. En dan gaan we daar eens even lezen hoe we het moeten doen. Ja. En kom jij dan kijken als de paddenstoelen uit zijn? Ja. Oké. Okay. Gaan ze dan opeten? Hè? Gaan ze dan ook opeten? Ja. Oh. Kijk, je kunt er echt wel zeggen dat je plezier hebt van je aankoop zo. Dit was het baaltje shiitake. En dit was het baaltje koningsoesterzwammen. Iets meer geduld, maar wat een schoonheden. En die shiitake moet ik binnenkort oogsten. Misschien voor de paasbrunch. Dat zou leuk zijn. Met de kinderen en de kleinkinderen. Want zelf kweken is leuk. Maar ja, als anderen het voor je voorbereiden, dan is het ook hartstikke leuk. Kijk, die koningsoesterzwammen, dat geloof je toch niet? Hoeveel? Het is een soort Efteling op zich. Kijk, vandaag heb ik de rest van de shiitake geoogst. En de baal in de kast gezet om even bij te komen. En ik ga ook een deel van de koningsoesterzwammen oogsten. Heb je dat helemaal alleen gedaan? Ja. Want jij zag waar ze zaten. Ja, dus ik heb het helemaal alleen gedaan. Zo, lekker belangrijk. Ah, ik ben knap. Stefano, wat is er met je oren gebeurd? Nou, die zijn veel te groot gegroeid. Die zijn wel een beetje groot geworden. Ja, ze zijn gegroeid. Waar is het gebeurd? In het paddenstoelenkeukentje zeker? Ja. Oh man. En dat op een zondag. Ja, nee, op een dinsdag. En hoe gaan ze dadelijk weer? Oh, hoe krijg je die oren weer weg? Nooit meer. Nee, ik denk het niet, hè? Nee. Olifantenoren.